Oh shit. Die man. Hij wist niet meer wat het was. Oké, die was mooi. Yo dan mensen, tof dat jullie kijken naar een gloednieuwe video op mijn kanaal Gamersville. En in deze video, zoals je kan zien, zijn we weer lekker op Black Ops 3 aanbeland. En wat wij in deze video gaan doen, wij gaan een Black Ops 3 freefall potje doen met de Razorback. En we doen hardcore freefall, een keer wat anders dan normaal freefall of TDM of I don't know. We doen een keer hardcore en ik ben echt geen hardcore player. Ik speel het nooit en ik dacht van weet je, fuck it, de Razorback is een leuk wapentje om ook een keertje mee te spelen. Alleen in core is die niet zo heel erg chill. En dat zeg ik eerlijk, want dat ding is echt gewoon ruk eigenlijk in core. Dus we gaan gewoon proberen om op deze map Stronghold natuurlijk een goede score te krijgen met de Razorback. Ik heb ook gewoon... Oh my god, Kinetic Armor aanstaan. En ik heb alleen Quickdraw op mijn Razorback, want ik speel op mijn andere accountie. Waar ik nog eigenlijk bijna niet... Ik heb niet heel veel unlocked nog. Unlocked. Echt waar, soms zijn die spreekissues echt niet normaal. Maar we gaan het gewoon proberen. Ik zie al dat een... Oh, what the fuck? Hij werd gespant, dacht ik. Ja, er zit wel een nuke out choppie in die al een keer een nuke out heeft gedropt. Dus daarvoor moeten we... Waarom spande hij daar, ouwe? What the fuck? Daarvoor moeten we wel even gaan oppassen. Nee, daar moeten we even voor gaan passen uit. Mijn aim is echt weer on point, jongens. Kijk, dat is die fossil. Die kan even een keer nuke out gehaald. En dat is natuurlijk 30 gunstreak. Dus gewoon 30 kills zonder doodgaan in freeball. En dat is kei moeilijk, want dan mag je... Je kunt doodgaan en je bent in je eentje. Dus je hebt geen teammates die je kunnen helpen. Oké, we hebben een camootje binnen. En at the moment, we staan voor. We staan in... Oh shit. Die man. Hij wist niet meer waar ik was. Oké, die was mooi. Ik heb ook Kinetic Armor aanstaan. Want ja, het is hardcore, weet je. Dan moet je Kinetic Armor gewoon aan hebben staan. Het is gewoon het chillste. En deze man heeft een Peacekeeper. En dat vind ik niet leuk. Want ik heb nooit geluk met wapens. Ik heb jongens geen packluck. Dat is zeg ik eerlijk. In alle spellen heb ik nooit... Packluck. Gewoon, ik krijg alleen maar rug shit. Ik heb wel een paar goede dingen in de... Kut, in Black Ops 3 hier. Dat zeker, maar ja... Niet de dingen die ik echt wil hebben. Ik heb bijvoorbeeld de FFAR. Kom je wel... Oh, ik had er nog van een glitchje. Zit hij daar nou? Of daar... Oh, hij zat achter me. Oh, kut. Ik wist niet. Ja. Oh shit, what the fuck? Wat een rare spawn, jongen. Oh, die voorzaal voelt zich kut. Wat zijn dit? Echt, die spawns nu at the moment in free fall. Holy fucking damn. Dat is echt apart. Dat is de... Pats. Links... Kijk, op camper daar. Oh, wat een vies kindje. Waar is deze man? Waar is die? Huh? Oh my god. Oké, ik heb hem nog... Oh, ik snap echt niet. Ik ben in zo'n gevaarlijke positie. Maar kijk hoe die Razorback dropt, ouwe. Holy shit. Dit wapen is nog steeds wel echt een baaswapen in de hardcore. Rechts. Links. Oeh. Die vol... Oh my god. Hij, die Rob, is niet zo heel goed. Dus we moeten hem gewoon een beetje... Kijk, hij... Oh my god, ik schrok alles mis. Wel nice emblem, though. Die heb ik ook op mijn andere account hier. Oh, mijn aim is niet echt helemaal on point, zo te zien. Maar, weet je, je hoeft maar een paar kogeltjes te hitten. Dus, rechts. Dat is wel een voordeel. Hij werd gekilled. Oh my god. Nee, oh my god. Ik zit zo erg soms om mijn geluid te letten. Maar ik kon hem niet plaatsen waar die fucking guy was, ouwe. Kijk, dit bedoel ik met mijn aim. Oh, heeft hij gekregen. Oh my god, oh Cassie, wat een lekker. Die kill was wel dope, hij wist waar ik kwam. Dus dat was wel slim van hem, dat was wel slim. Oké, we hebben ook Kinetic Armor at the moment. Waar zijn die enemies? Ik hoor een Semtex. Beam. Zit hier dan iemand? Oh, ik deed van de zekerheid mijn Kinetic Armor aan. Ik wist niet of die guy mij kon killen daar. De Kinetic Armor, dat geluid is wel echt ruk, ouwe. Je kan eigenlijk niks meer horen daarna. Is hij daarna doorgelopen? Ja, oh my god, in mijn nek. Oh, nee, oh my god. Die vent, sommige mensen, ik snap echt niet hoe ze spelen. Hij zit hier rechts of niet. Hallo, ben je hier nog? Hallo? Ik hoor een M8 daar. Ja, dat is hem. Oh, M8 is zo chill wapen, volgens mij ook in hardcore. Dus je bent gewoon one burst. Gewoon brrr, dood. Doei. We staan nog steeds voor met één killtje verschil, dus we moeten even wat harder gaan. Wat harder, wat beaster. Links. Hop. Dat was een hipfire killtie. Hipfire. Kut! Oh my god. Ik moet eigenlijk wel even die fast mags op dit wapen gaan vrijspelen. Want ik reload best wel slow. Kijk hier. Dat reloaden. Dat... In hardcore kan je niet zo lang reloaden. Dit een beetje iets te lang. Spant hij daar? Rechts denk ik. Oh daar. Oh my god. Oh wat een camp. Iemand get wrecked, ouwe. Isaac. Niet meer camp bro. Niet meer camp gast. Wat doe je daar? Holy shit. Oh my god. Oeh. Kijk maar, holy shit, we hebben nu wel een beetje weer te pakken. Die Razorback speelt echt chill in hardcore. Dat is sowieso altijd de dominerende wapen in hardcore. Nu is de Weevil ook wel best vaak gebruikt.
Oh my god, kut. Ik had het niet door. Maar de Razorback was in de beta echt een ziek wapen. En ik weet eigenlijk niet eens hoe dat speelde, ouwe. Het is zo weg gewoon, omdat dit wapen zo ruk is in core nu. Dus... Nee, die fuck is serieus, ouwe. Oh my god, gaat ze... Oh, ik heb spant. Oh, hij wil me spant hebben, fietsjongetje. Ik zit echt op een rukplekje. Kijk, armor. Woop! Let go. Wat doet hij daar dan? Nee, nu niet meer killen. Ik wil jou killen. Doei. Die Isaac kan je echt, what the fuck. Oké. Okay. Moeten er nog 2 kills? Ze zijn vies voor, dus dat is nice. Hij zit daar achter. Kom dan, laat je kop zien. Dag Rob. Doei Rob. Ja, we moeten nog 1 kill. Zullen we een hipfire kill maken? Oké, dan gaan we een hipfire kill maken. Let op. Oh, ik had hem 1 hit, hè. Holy shit. Oké, ik span hier gewoon weer. Like, what the fuck. Ben hier net dood gegaan. Hij is dood. Maar door wie dan? Daar heb je hem. Hipfire kill, let op. Boeia, ik zag hem niet eens, hè. Gewoon door die fucking boompie heen. Kijk, we 30 om 18. Het kon beter, maar hardcore. Ik speel niet echt vaak. Maar kijk, ook wel dom, hè. Hoe je firen. Maar kijk, ik zag hem niet door die bomen. Ik schoot gewoon maar. Ik zag hem daar springen, dus ik schiet maar gewoon. Ik kan er wel nog een beetje doorheen. 1 kogel in zijn voet houden. Zo, dit was wel was super chill. Razorback super hard, nog steeds in hardcore. Maar in core kan je hem, ja, het is nog te doen. Maar hij verliest gewoon van de VNP op korte afstanden. Maar jongens, ik wil jou bedanken voor het kijken. Vergeet niet een duimpje omhoog te abonneren op mijn kanaal. Een comment wordt natuurlijk altijd gewaardeerd. En dan zeg ik tot bij de volgende video, jongens. Later, mensen.